Happy Giel. Op het eerste zicht lijkt hij vast een normale YouTuber. Maar zo onschuldig is hij niet. Als we eventjes teruggaan naar zijn oudere video's, zullen we wat verdachte dingen tegenkomen. Nee, niet zo ver terug. In deze Brawl Stars video bijvoorbeeld, alles lijkt normaal op het begin. Giel heeft een iPad. Ik heb een iPad. Waarmee hij Brawl Stars gaat spelen. Maar vervolgens doet Giel dit. Hij lacht. Maar dit is niet zomaar een lach. Deze lach is eentonig. Maar dat is niet het enige verdachte dat ik heb opgemerkt. Als we even verder kijken, vinden we een video waar Giel moeite heeft met het consumeren van een pruim. Soms zien we ook video's in een vreemde taal. Volgens mij is dit Canadees of zo. Hij is misschien vergeten dat zijn kanaal Nederlands is. Dit is vergelijkbaar met mijn computer, die soms ook opeens vergeet welke taal ik spreek. De moeite met alledaagse taken te volbrengen en het vergeten van de moedertaal. Al deze dingen zijn enorm verdacht. Ik heb een theorie. Nee, een oplossing. Er is maar één mogelijke reden hiervoor. Happy Giel is een robot. Dit is vast hartverscheurend voor sommigen van jullie, maar het kan niet anders. Er is maar één verklaring voor dit robotachtig gedrag. En er is maar één manier dat Happy Giel het tegendeel kan bewijzen. Door een 1v1 tegen mij te doen op Fortnite. Maar omdat ik zo super ultra omega goed ben in Fortnite, zullen we ook een 1v1 doen op Brawl Stars. En als tiebreaker doen we nog een 1v1 op een game die jij zelf mag kiezen. Happy Giel, durf je deze uitdaging aan? Laten we maar iets weten. Robots nemen stilletjes aan de wereld over. Maar het kan nog tegengehouden worden. Jullie kunnen zelfs helpen. Ga gewoon allemaal naar Happy Giel zijn nieuwste video. En reageer Happy Giel met een link naar deze video. Alvast bedankt voor een steentje bij te dragen aan het redden van de wereld.